Goedemorgen, ik ben helemaal naar Hoogland gereden voor niks, want het is pas morgen. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we zaterdag. Gisteren heb ik het boek Ikigai uitgelezen. Of Ikigai. Ik weet het niet hoe dat noemt, maar ik ga het hieronder linken. Vandaag ga ik beginnen aan dit boek. Stilte van Erling Kaha. Jezelf staande houden in een wereld vol lawaai. Deze morgen heb ik een moestuinteam. Met het team waarmee we de ecologische moestuin hierin hebben gedaan. Gaan we langs in mekaars tuin om daar meer tips te krijgen in de praktijk. En dat gaan we doen. En mocht ik moeten wachten, heb ik dit boek mee. Dit was het kalenderbriefje van gisteren. Dit is het kalenderbriefje van vandaag. Een super leuke, vrolijke boom. Met een quote: For the first steps are steps into a delightful unknown. Dit is trouwens het eerste weekend in de maand tijd dat ik niet moet gaan werken. Dus dat is heel fijn voor mij. Toen mijn collega op reis was, heb ik een weekend van haar overgenomen. Ik startte de radio op en er kwam gewoon het liedje High Hopes on van Panic at the Disco. Echt een heel leuke song. Beetje jaloers op de mensen die deze week naar het concert zijn geweest. Nu gaan we vertrekken naar Houthulst. Ik weet niet of ik daar ga filmen, maar je ziet me sowieso nog wel vanmorgen. Goedemorgen, ik ben helemaal naar Houthulst gereden voor niks. Want het is pas morgen. Maar daarna ben ik gestopt om mijn vader te bezoeken, want hij was bij mijn zus. En op een insectenhotel in elkaar gezet. Een DIY daarvan vind je in magazine Zij of Haar, die uitkomt op 12 april. Voilà, daarnet heb ik nog een klein beetje geschreven voor Zij of Haar. Onder andere een review over dit boek. Wel een korte review, want het is voor in het magazine waarin ik meerdere boeken in één artikel bespreek. Dus. En ik denk dat ik mij nu ga omkleden om te gaan lopen. Ik heb net trouwens een bakje kersttomaatjes gegeten. Het was zeker dringend tijd, want er was al eentje dat ik heb moeten wegsmijten. Dus dat is wel jammer. Mijn internet op mijn laptop doet eventjes heel erg moeilijk. Maar ik wil binnen een kwartier een video online zetten. Dus we gaan eventjes vlug de video op mijn harde schijf zetten. Zodat ik hem via mijn vaste computer kan uploaden. Want daar gaat het internet wel opmerkelijk beter. Straks heb ik Hans West gekeken met mijn moeder. Nu ben ik aan het editen en ondertussen ben ik heel wat YouTube video's aan het inhalen en ik probeer een klein beetje licht op mijn gezicht te krijgen. Ook ben ik aan het foto's editen. Misschien ga ik nog eens een timelapse doen. Het is wel nog grappig, de laatste tijd ben ik heel erg into night and morning routines en dit is mijn aanbevolen op YouTube. Allemaal
Night en ochtendroutine en Shallow, omdat ik heel erg fan ben van dat lied. Sowieso, als ik op een dag alleen ga wonen, ga ik voor jullie een ochtendroutine doen. Ik heb ooit op Girlline ook al eens een avondroutine gemaakt. En als ik die terugvind, ga ik hem linken hieronder. Ik heb net even zitten editen en het is nu 8:50 en ik ga mij gaan omkleden om dan stilletjes aan mijn bed te kruipen. Ik weet dat ik vanochtend voor een nieuw ander boek had gekozen, maar ik ga beginnen lezen aan dit boek. Dingen die je alleen ziet als je er tijd voor neemt, omdat mijn andere boek beneden ligt en ik heb geen zin om te gaan halen. Hi, het is 10:00 en ik ben eventjes gestopt met mijn boek, omdat ik die hoofdstukken ook gewoon even wil laten bezinken. In het begin van het boek zei de schrijver dat je bij elk hoofdstuk moet bezinken. Maar ik vind het gewoon zo interessant dat ik wel verder wil lezen. Omdat er allemaal heel omdat eigenlijk een boek is gevuld met allerlei tips. Maar meer daarover in zij of haar. En ik ben te lui om mijn bladwijzer van mijn bureau te nemen. Dus ligt mijn boek nu op deze manier. Nu ligt mijn boek gewoon zo. En ik moet opruimen. Ik heb al vooral verschillende foto's genomen van interessante teksten in het boek. Want ik kan echt niet markeren in boeken. En het is ook niet mijn boek.